Het Hof van Justitie heeft afgelopen vrijdag tijdens een openbare zitting zijn 20ste notaris beëdigd. Het gaat bij deze om notaris Manuf Kanhai, die de overleden notaris Rita Mana vervangt. De openbare zitting werd niet voortgezeten door waarnemend president Iwan Rasul Baks, maar door rechter Dinesh Sewaratan. Kanhai is tegelijkertijd ook de langstdienende kandidaat-notaris. Sewaratan wees hem tijdens de beëdiging op zijn verantwoordelijkheden. Notaris Kanhai heeft zijn studie notarieel recht in 2008 afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is hij kort daarna in dienst getreden als kandidaat-notaris op het notariskantoor Kalor en Gangaram Pandey. Notaris Kanhai, uw plaats om benoemd en beëdigd te kunnen worden tot notaris is vrijgekomen na het overlijden van notaris R. Mana. En omdat u op de anciëniteitslijst van de kandidaat-notarissen op de hoogste plaats stond gerangschikt, zal u in gevolg van de wet de plaats van de overleden notaris Mana vervullen. Hetgeen met zich meebrengt dat u de protocollen, minuten, registers en repertoria van dat notariaat zult moeten overnemen en daarmee doen hetgeen de wet u gebiedt. Uiteraard, nadat u deze hebt geïnventariseerd en overgenomen van de waarnemer. Sewaratan stond stil bij de taken van een notaris. Een van de taken is dat de notaris het civiel rechterlijk verkeer ordent en rechtshandelingen in gewenste banen leidt. Het bevorderen van rechtszekerheid is dus een belangrijk doel bij de inschakeling van de notaris. Zo wordt de rechtszekerheid meer in algemene zin ook bevorderd doordat de notaris blijkens vaste jurisprudentie een zwaarwegende zorgplicht heeft ter zake van hetgeen nodig is voor het intreden van de rechtsvervolger welke zijn beoogd met de in zijn notariële akte opgenomen rechtshandelingen. De notaris maakt bij zijn werkzaamheden veelal gebruik van zijn bevoegdheid tot het opmaken van authentieke akten. Aan de verklaringen van de notaris zelf in die akte omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen komt, mits gedaan binnen de kring van zijn bevoegdheid, dwingende bewijskracht toe ten opzichte van een ieder. Rechter Dinesh Sewaratan afgelopen vrijdag bij de beëdiging van de 20ste notaris in Suriname, Manuf Kanhai. Kanhai vervangt de overleden notaris Rita Mana.